Oerol van start. Onder de pannen is vernieuwd en weer open. Torenpraat met Jetse de Beer en Bosplaatvisie van start. Hallo allemaal. Het is weer Oerol deze week, maar wel zonder publiek. Nou ja, zonder publiek. Het is best druk op het eiland. En er gebeurt zo her en der wel wat. Maar het is niet wat Oerol moet zijn. Alles wordt gestreamd. En wil je toch een Oerol-beleving? Kijk dan gewoon even op oerol.nl. Dan nu even het weer. Ja, we hebben een fantastische weerperiode achter de rug. De afgelopen periode was het gewoon geweldig. Af en toe wel een beetje zeedamp. En dat komt omdat het water nog koud is. En de hoge zon warmt het land lekker op. Ja, en dan gaat dat botsen en dan krijg je een beetje zeemist. De komende periode blijft het zomeren, al wordt het wel lichtjes onstabiel. Onweersbuitje, wie weet. Temperatuur schiet omhoog. Woensdag en donderdag wordt het zelfs warm. Lisbeth de Haan, u kent haar nog wel, de sterkste vrouw van Terschelling. Zij deed mee aan de Open Franse Kampioenschappen voor sterke mannen en vrouwen. In een sterk internationaal veld wist zij beslag te leggen op de tweede plaats. En dat is toch echt wel een formidabele prestatie voor Lisbeth. En dan moet je nagaan dat haar favoriete onderdeel nog niet eens in die wedstrijd zat. Dat is het lopen met twee gevulde emmers. Als dat erin had gezeten, dan was ze vast eerste geworden. De provincie Friesland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling werken verder aan de ontwikkeling van de Bosplaatvisie. In 2018 is die visie opgesteld samen met de bewoners van Terschelling. Nu gaat het er echt van komen. De komende tijd wordt een plan van aanpak uitgewerkt en de financiering rondgemaakt. En in 2022 gaat dan de schop in de grond en worden de eerste maatregelen van kracht. Restaurant Onder de Pannen was de afgelopen periode een complete bouwplaats. Het restaurant was volledig gestript. Alleen de voorgevel en het terras bleven overeind. Nu is de zaak dan eindelijk weer open. Een nieuw restaurant met de sfeer van weleer. Mooi, nou, we zitten... Ja, dat maakt niet... Geef niks hoor. We doen het gewoon nog een keer. Hey, dat goeie hoor, dankjewel. Die houden we erin hoor, die houden we erin. Okay. Ben ik in beeld? Ja, je bent in beeld. Daar komt ie. Ben ik beeld? Ja, loop. Goed, nou, de coronacrisis heeft voor sommige mensen ervoor gezorgd dat ze dachten van, dit is de kans. En die gaan we pakken en we gaan een heleboel op de kop zetten. En dat gebeurde in Onder de Pannen. Die hebben gewoon een hele nieuwe tent gebouwd in de coronacrisis, Sjoerd. Ja, nou ja, zo is het. Toen we in oktober hoorden van die lockdown die komt eraan. Toen hebben we met z'n allen gezegd van ja, hoe lang gaat het duren? Moeten we nog open blijven tot de kerst? Komt er nog een kerstvakantie? Nou, dat gegokt van niet. Ja. Dus zeggen van, 15 oktober hebben we met het hele personeel de tent leeggehaald. En 17 oktober zijn we begonnen met slopen. Ja. Super, dus toch? De plannen lagen er al, dus... Die waren er al wel? Ja, ja, we hadden al in juni hadden we al bouwvergunning, dus... In 19 al? Nee, 2020. Al vorig jaar? Ja. Ja, precies, maar dat was al in de coronacrisis. Ja, 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 ja. Jullie zijn begonnen in september? We zijn eerst al begonnen met de toiletten. Dat was al eigenlijk dus de zomerperiode al, want daar had niemand last van. En toen zijn we in oktober hebben we gezegd, nou dan zouden we eerst in drie fases doen. En nu hebben we gezegd, we pakken het in één keer groot aan en slim. En bouwen met die handel. Ja. Jullie hadden natuurlijk net als alle andere bedrijven op de Schelling enorm gezeik met de mensen onderbrengen. En met het personeel zoeken en vinden. En waar moeten ze slapen? Ja. Jullie hebben daar ook een oplossing voor gevonden? Hè? Ja, wij hebben nu die oplossing boven gemaakt. Alleen is dat nog niet klaar. Dus dat moet nog? Dat moet nog. Maar ik bedoel, het is beneden een beetje uit de klauwen gelopen, dus daar hebben we al onze tijd een beetje in moeten steken. Ja. Hebben jullie veel veranderd aan het eten en de kaart? Ik heb wel wat dingetjes veranderd. Het is allemaal wat lokaler, veel vis.
Ja, ik werk met, ik ben nu lid van de Zilte Tuin bijvoorbeeld. In Lies haal ik spulletjes op. Ik heb mijn cote buff en mijn entrecoos bij de slager. Die bij Ron? Bij Schaafsma. De cote buff is van de Schellinger Herenvoort. Ik heb mijn lamsvlees van Wietse. Ja. Dus ik wil het allemaal een beetje zoveel mogelijk op het eiland houden. Ja. Jullie zaten een beetje op de, wel hier en daar soms op de Oosterse lijn, hè? Ja, ook. Maar dat waren echt van die... Rijstafels, van die thema-avonden. Ja, van die thema-avonden. We hebben mosselavonden en Indonesische avonden. En tapas hebben we gedaan. Dat kan nog. Kan best dat we dat in de winter weer gaan doen. Ja. En gaat Sjoerd weer zingen ook? Als het mag, dan gaan we af en toe een liedje zingen, toch? Ben je ingeënt? Ik ben al één keer gevaccineerd. Oké. Okay. Ja. Nee, want anders mogen we niet, hè? Anders mogen we niet. En jij? Ja, ik moet wel, hè? Ik ben gechanteerd. Oh, jij bent gechanteerd? Ja, mag niet, hè? Anders mag je niet spelen. Moet je elke dag testen. Jullie hebben met elkaar hoe lang erover gedaan? Ja, we zijn half oktober begonnen en we zijn nu 5 juni opengegaan. 7 maart. Ja. Ja. Super snel, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Jullie hebben echt de hele tent, eigenlijk gewoon een nieuwe tent neergezet. Eigenlijk hebben we gewoon een nieuwe tent neergezet. Maar ja, goed, we zijn zelf ook best wel handig. Dus we hebben gewoon, bij wijze van spreken, dag en nacht met z'n tweeën doorgewerkt. In de weekend door en gewoon gas erop. Ja. Om maar op tijd klaar te zijn. En heel veel mensen hadden niet verwacht dat we het zouden redden. Ze stonden 3 dagen voor de tijd, stonden ze hier nog, dit ga je nooit redden, dat ga je nooit redden. En hoe harder mensen dat roepen... Ja, daar word je een beetje giftig van, hè? Ja, hoe meer wij geprikkeld zijn om het wel te laten lukken. Ja, we hebben ze poepje laten ruiken allemaal, hoor. Want je ziet het is gewoon gelukt. We draaien als nooit tevoren. Nou, jullie hebben het strand voor de deur gebracht, heb ik begrepen. Ja. Of gezien. Ja, dat was vorig jaar eigenlijk al een beetje uit nood geboren. Dat was het parkeerterrein. Maar toen moest het allemaal wat ruimer opgezet. En we dachten, we maken een grote terras. Ja. Op een zo goedkoop mogelijke manier. Ja. Ja, en dat is gebruik maken van je eigen strand. En daar gewoon zand afhalen en neergooien. Zo simpel kan het leven zijn, ja, hè? Dat is een paar uurtjes gebeurd. Ja, dat bedoel ik. Moeilijker maken we het niet. Hebben jullie nog andere plannen, jongens, voor de komende tijd? Wat gaat er gebeuren? Gaat er nog iets speciaals gebeuren? We gaan eerst maar eens even lekker draaien. En dan alles maar even automatiseren. Ik bedoel, het moet nog allemaal, de puntjes moeten allemaal nog op de i. En dan gaan we eens even rustig verder kijken. Jullie zitten wel in de debuggen mode. Van alle fouten eruit halen. Ja, precies. Kijk, er zitten natuurlijk nog wel wat kleine kinderziektes hier en daar. Weet je, koelingen die willen ze uitvallen en dat soort dingetjes. Dus dat moet eerst maar eens opgelost. En de nieuwe kaarten draaien zoals we het nu doen. En dan gaan we dan maar eens even verder kijken of weer eens wat leuke, verrassende nieuwe dingen kunnen zien. Moet eerst maar weer eens wat binnenkomen. Dat lijkt mij, dat is voor de... Dat is ook wel eens leuk. Is een understatement voor de meesten. Ja. Maar dat is met de meesten, voor de meesten is dat logisch. Ja. Mag ik jullie onwijs veel succes wensen? Ja, dankjewel. Voor de komende zomer en de komende jaren. Ja, dit is wel een meerjarenproject. Ja. Ja, absoluut. Ja, we hebben hier iets neergezet waar ik in ieder geval de komende jaren mee vooruit kan. En hij ook natuurlijk. Ja, ik ben nog lang niet klaar. Jij bent nog lang niet klaar? Ja, ik ben ook veel jonger dan jou, dus ik ga hem wel even... Dat scheelt, hè? Hey jongens, fantastisch. Mooi resultaat. Dankjewel. In de reeks Torenpraat ging Michel Aalderink met Jetze de Beer door de Torenstraat. Torenpraat, en vandaag lopen we met Jetze de Beer. Dat klopt. Jetze, ja, welkom. Ja. Dank je. Welkom. Ja. Natuurlijk altijd even de vraag, hè? Je bent hier geboren. Ja, 50 jaar geleden zeg maar. Nee, 70 jaar geleden. Ja, ik ben een beetje in de war, maar goed. Maar goed, uiteindelijk ja, geboren op de Schelling. En eigenlijk mijn hele leven heb ik hier geleefd. Zoals een Terschellinger moet leven. Ja. Want dat is natuurlijk hoe een Terschellinger leeft. Anders dan denk ik aan de wal. Maar goed, hoe is dat?
Ja, ik denk dat het hele aparte dingen heeft, omdat je dus geen contact hebt helemaal met de andere kant. Ja. Dat je eigenlijk op je eigen aangewezen bent hier, met de gemeenschap natuurlijk, want je doet niks alleen hier. Je doet allemaal dingen dus met elkaar. Ja, en dan komt er een hele hoop dingen samen. Hè? Als je in de horeca zit, dan ken je elkaar ook. Als je een slager en je groenteboertjes hebt, allemaal bij elkaar. Dus uiteindelijk is het natuurlijk heel leuk om ook samen te werken. En dat zie je wel eens vaker met mensen. Hè? Je elkaar eigenlijk dingen aangeeft. Maar heb jij ook even, want het is natuurlijk een hele mooie hechte gemeenschap, maar ben jij ook altijd op het eiland gebleven? Heb je hier altijd gewoond? Ik heb hier altijd gewoond, ja. Ja. Ik ben er nooit weg geweest, want ja, wat moet ik hier weg doen? Ik bedoel, ik vind het fantastisch natuurlijk om hier te wezen. Hè. Het is een eiland om te wezen. Je hoeft maar het strand op te lopen, je hoeft maar je duin in te gaan, je hebt je fiets. Ja. En als er nog duizenden mensen om je heen gaan, dat maakt helemaal geen donder uit. Je bent eigenlijk nog gewoon op je eiland. Lekker hier. Rust, zeggen ze dan. Ik hou van rust, maar ook met mensen om me heen. Ja, maar goed, ook al zijn er mensen om je heen, je hoeft maar een paar stappen te doen en je bent alleen in de natuur. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk het voordeel van zo'n eiland. Want iedereen kruipt eigenlijk bij paal 8, midden van de zee, op elkaar. Dat zie je vaak in plukjes. Ja. Maar ga je bijvoorbeeld richting paal 3, ja. Het is zo waarzinnig. Het is geweldig natuurlijk als je dat tegenkomt. Hè? Ja. Niks. Alleen maar niks. Niets. Ja, een paar lopende mensen in een nakend, hè, zeg ik altijd. Maar het moet er ook bij kunnen. Dus uiteindelijk, ja, wat is er niet mooier om hier te wonen? En te leven. Ja. En te werken. En te werken, ja. Ja. En jij doet ook, je hebt heel veel dingen ook met kunst gedaan. Hè? Je hebt ook een programma met kunst. Waar komt die fascinatie voor kunst vandaan? Nou, dat is eigenlijk in de Oerel is het een beetje opgestart. Ik ben in de Oerel eigenlijk in contact gekomen met een aantal mensen. Die zeiden tegen me van, zou je me ook kunnen helpen? Met een ding maken. Een object. Een object, ja. Ik zeg ook, nou oké, daar gaan we mee. En toen was ik eigenlijk nog bij Doeks in dienst. Ja. Dat hebben we ook gevraagd en we mochten eraan meehelpen. En uiteindelijk wat er dan gebeurt, dat je dan steeds meer dingen ziet. Hè? Dat je dus geïnteresseerd raakt in de kunst. Ja. Iedereen heeft dat in zich, alleen het moet even getouched worden. Hè? Het moet naar buiten komen. Ja, het moet naar buiten komen. Nou, zo ben ik eigenlijk aan de gang gegaan om te kijken wat ik zelf even kan doen. Heb ik zelf ook leuke onderwerpen? Krijg ik dingen aangeboden? Nou, zo vormt het eigenlijk zich dat je eigenlijk meer in die kunst leuke rolt. Dingen gaat zien. Ja, je rolt er eigenlijk in. Dus uiteindelijk waar ik leuke dingen van gemaakt heb, dat is bijvoorbeeld het monument van Sil. Hè, bij Oostrent. Bij Oostrent. Dat vond ik een van de hele leuke dingen. Ik heb hier op de oude kerkhof bij de Brandaris heb ik nog een kunstwerk gemaakt met spanten. Ja. Alleen ik heb het niet alleen gemaakt. Je hebt het met elkaar gemaakt. Ja, Frans Schot, die is altijd mijn compaan geweest in het ontwerp en het maken. Of het zichtbaar maken op tekening. Ja. En ik was eigenlijk de uitvoerder. En dan ga je op een gegeven moment een mooi verhaaltje krijgen. Want ja, dan ga je samen. We hebben er ook een heel verslag van gemaakt. Dat staat ook op YouTube, hè, dat kun je opzoeken. En uiteindelijk waren we dan uiteindelijk voor doen, langdurigheid. Nou, we hadden dus stenen uit de zee. Die had Wolter Bakker op gevist. Ja. Die hele grote keien. We weten niet eens waar ze wegkomen, dat maakt niet uit. En we hebben natuurlijk duurzame materialen gebruikt. Om te kijken of dat ook niet roestte. Nou, dat is duurzaam, hè. En dat hoe lang het zou kunnen blijven staan op een lange termijn. Ja. Zoals 20, 30, 40. Dit staat er nu al 15 jaar. Ja. En er is eigenlijk niks aan gebeurd. Het is alleen maar mooier geworden. Ja. Dus dat vonden wij wel eigenlijk wel leuk om nu te zien hoe het eigenlijk een beetje die kunst vergroezeld, verouderd in de tijd gaat mee. Hè? Gaat gewoon mee verouderen. Ja. Maar het blijft wel. Het blijft. Het is net zoals wij verouderen. Wij verouderen. Maar, ja. Alleen wij blijven niet. Nee. Maar straks ligt er nog wel iets wat je gemaakt hebt. Dat bedoel ik. Daar moet je toch trots op zijn. Ja, dat het lijkt me wel, ja. Het is wel het mooiste ding wat ik eigenlijk tot nu heb gemaakt eigenlijk. Ja. Ja. En je maakt nog veel meer. Want je bent ook bierbrouwer. Ja, dat klopt. Ja, hoe is dat gekomen? Dat is in een achterschuurtje gebeurd. We zijn toen begonnen met, dingetjes te maken waar ik eerst een pakketje van kreeg. Dat is de weg. En uiteindelijk wat er dan overkomt, dat je eigenlijk zelf je installatie een beetje bouwen gaat, omdat ik het zelf kon. Ja.
En dat breidde ze steeds meer uit, tot ik op een gegeven moment hier in de straat kwam. Hey, oude bierbrouwer. En dat pikte iemand op. En die zei van, zullen we niet eens een keer met elkaar eens een keer iets om de tafel gaan zitten, om dat eens een keer te kijken of dat ook groter kan. Ja. Dat is deze bierbrouwerij, de Schoenrakker, is daar eigenlijk een... Uit voortgevloeid. Ja, een beetje te groot geworden eigenlijk, ja. Hè? Want we kunnen het bier niet aan. Dus... Ja, uit de hand gelopen hobby. Oh, behoorlijk, ja. Dus uiteindelijk, daar is natuurlijk een verschrikkelijke hobby eigenlijk uitgegroeid tot iets wat ik wel mooi vind. Want Dat laat je natuurlijk ook weer achter. Hè? Ja. Op een gegeven moment moet je dat overgeven, hè? Met een hele hoop dingen zo. En daar ben ik wel een beetje trots op eigenlijk, dat het nu eigenlijk zo ver is dat we zeggen, nou, kijk eens, dat heeft hij ook gedaan. Dit staat ook. Ja, ik ben er wel een vooruitkijkend mens, want ik ben natuurlijk ook, ik zit ook bij jullie. Ja. En ik ben leergierig, ik wil ook graag leren, want je raakt dat eigenlijk nooit uitgeleerd. Hè? Het is allemaal doorgaan. En dit is natuurlijk een onderdeel waar ik nu in zit. Schitterend mooi. Ja. Ik leer van elk moment, leer ik, zie ik, doe ik en ga ik mee met mensen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, maar je maakt ook, want dat is misschien wel een leuk bruggetje, ja. Je krijgt altijd een cadeautje natuurlijk. Ja. Je maakt toch ook liqueur en zo, ben je ook mee bezig? Ja, ik ben, omdat ik namelijk bier over heb soms, ja. Dat blijft te lang staan, wat doen we dan? Dan gaan we eigenlijk de terugwinning gaan we doen. Dan gooien we niet alles weg, ja. Maar ik haal eigenlijk uit het bier de alcohol weer. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan heb je eigenlijk een cirkeltje rond. Het is niet allemaal verpest. He, je gooit het niet weg. Dus dat blijft over. En dan maken we dus een gin van of een jonge jenever. Kijk, nou, dan daar zat ik op te wachten. En ik dacht van ja, wij hebben geen bierglazen. Nee. He, dus we geven altijd een cadeautje weg. Nou, ja. De jenever vanuit een echte Schellinger borrelglas. Leuk man. Ja. En dan altijd zorgen natuurlijk dat het eiland een beetje vochtig blijft. Nou, dat zal je wel. Dan blijft hij wel. Ja, regent het niet, is het wel met bier. Heel goed. Ja. Nou, we staan voor het wakende oog. Ja. Dat zeggen we altijd het dilemma, het kiezen. En welke kant ga je op? Ja. Ik heb zo'n vermoeden waar je voor kiest. Ja. Dat is oost of west. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk west geworden. Omdat ik, als ik op het duin staat, op het hoogste duin hier, dan zie ik eigenlijk over het dorp heen. Nou, waar kan je het nog mooier krijgen als op West? Ja. En dat is mijn eigenlijke ding. Ik woon op West, ik leef op West en ik sta over West heen te kijken. En dat is heel mooi. Ja. En dat is eigenlijk waarom ik het liefst op West woon. Ja. Dan mag jij richting West lopen. Ja. Ga ik naar Oost. Ja. Wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek. Okay. En succes met alle projecten. Gaan we doen, hè? En alle nieuwe projecten die nog voorbij komen. Ja, die gaan we vast doen. Nou, okay. Dankjewel. Ja, hoi. 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 Zoals ik net al zei, Oerl is weer van start. Terschelling TV werkt mee en verzorgt mede de streams. We kunnen u wat laten zien wat er zoal gestreamd wordt. Yes, wat fijn dat jullie er zijn. Het imaginaire eiland, Oerl 2021. En jullie kijken naar de eerste aflevering van De Avond In met Jennifer en Dee. Dat geeft de stoffen vallen dom om mij heen. Zo, dit was het dan weer. Heb je nieuws of iets anders wat je kwijt wil? Mail dan gewoon even naar info@terschelling.tv. En wil je het nieuws nog even geschreven zien? In een krantje of zo? Nou, dat kan. Dan kun je gewoon een abonnement nemen op de Terschellinger. En ga daarvoor naar www.deterschellingen.info. Tot volgende week. Oh ja, wacht even. Wil je ook meewerken aan Terschelling TV? We doen echt fantastisch leuke dingen. Kom bij ons, stuur gewoon een mail naar info@terschelling.tv en dan worden we collega's. Doen, hè?